Hier moet het komen. De start-up at VU Campus. Op deze zichtbare plek van de campus krijgen straks start-ups met maatschappelijke impact de ruimte om te experimenteren en hun activiteiten verder uit te bouwen. Momenteel zijn we bezig een geschikte architect te vinden. We willen hier een paviljoenachtig gebouw van circa 1000 tot 1200 vierkante meter realiseren. Twee lagen, circulair en open, met veel ruimte voor groen en ontmoeting. Ook moet het makkelijk zijn om het te verplaatsen in verband met andere toekomstige plannen op deze plek. Het streven is om Start-up at VU Campus in de tweede helft van volgend jaar in gebruik te nemen. Hier achter me zijn ze op dit moment bezig met het in de grond werken van 470 heipalen. Heipalen die niet alleen recht in de grond, maar ook schuin in de grond worden gewerkt. Aan de zijkanten gaat een betonnen wand 25 meter diep de grond in. Dit alles om zoveel mogelijk omgevingstrilling op te vangen. Hier worden straks naast neurowetenschappen, aardwetenschappen, het proefdiercentrum en een deel van de mechanische werkplaats ook de natuurkundelabs gevestigd, inclusief de laserlabs. In de laserlabs worden metingen verricht op hele kleine schaal, soms zelfs op het niveau van atomen. En dan wil je dat de omgeving zo stil mogelijk is. We verwachten eind 2023 onze labs hier te kunnen vestigen.